Monique Westerberg deelt hartverscheurend moment. Punt. sinds enige tijd zitten alle verzorgingstehuizen op slot vanwege de coronacrisis. Onze ouderen wordt daarnaast opgeroepen om eerst zoveel mogelijk binnen te blijven. Monique Westerberg laat nu zien hoe pijnlijk en hard het allemaal is. Punt. Ze deelt op haar Instagram kanaal een foto van de kleine trot die zijn opa en oma toch nog even kan zien. Een groot hek zorgt echter voor de benodigde afstand, maar elkaar knuffelen, dat zit er in deze tijden voorlopig niet in. Elkaar op een letterlijke afstand te geven, zien of bijvoorbeeld samenvaarsketimen, zoals Brit Dekker voorstelde, is momenteel de enige optie. Het is een beladen momentje voor de vrouw die sinds kort weer op het lichaam van haar André prijkt. Toch elkaar even kunnen zien, schrijft Monique bij de emotionele foto. Monique maakt wel vaker indruk met haar instapost, zoals die keer dat ze haar nieuwe waardevolle job aankondigde. Maar ook nu raakt ze weer in gevoelige snaar. Dit tafereel is voor veel van haar volgers namelijk hartstikke herkenbaar. Het gemis is zo groot. Heb ook twee kleinzoentjes die ik niet zie, zegt ene joke. Lief maar tegelijkertijd heel schrijnend, schrijft volger Erwin. Verder wordt Monique overladen met steunbetuigingen in de vorm van hartjes. Heel veel hartjes.